zijn een stichting wat ons bezighoudt met kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een grote afstand tot de maatschappij. Dat kan te maken hebben met slechte financiële status van ouders of bijvoorbeeld vluchtelingen is ook mogelijk of ontwikkelingsbeperkingen. En wij proberen eigenlijk hun het gevoel te geven dat ze ertoe doen. En dat is dus niet alleen de kinderen, hiermee worden de ouders automatisch meegenomen. We zijn begonnen met voor 7 jaar terug met 2 spelmiddagen, zeg maar, in de week. En al heel snel kwamen we erachter dat er toch wat meer behoefte lag. Dus wij hebben een project opgericht en dat heet Second Home. Dat zegt het al, tweede thuis. En dat is de bijzondere naschoolse dagbesteding. En wij proberen met de bijzondere naschoolse dagbesteding kinderen tot ontwikkeling te laten komen. Maar we dragen ook bij aan het op de juiste manier opvoeden van de kinderen. Dus ouders ook leren hoe grenzen te stellen. Ik geloof voor 8 jaar geleden kwam de gemeente Hoge Zand met de vonk van Hoge Zand-Sappemeer. En daar heb ik toen een idee neergelegd, zeg maar. Want ik had het al wel wat langer in mijn gedachten. We zaten toen niet bij de eerste 3, geloof ik. Want die kregen een zak met geld en die mochten het project gaan uitwerken. Maar we zaten wel bij de laatste 10. Dus dat was voor mij toch een motivatie om te kijken van, nou, weet je, we zitten toch bij de laatste 10. Laten we het dus verder gaan ontwikkelen. Nou, toen ben ik gestart in een buurtcentrum, zeg maar. Een wijkcentrum. Centrum De Badden. Daar kon ik eerst gebruik maken van een lokaal wat FC Groningen de Maatschappij, zeg maar, tot zijn beschikking had. En ja, al snel merkte ik dat ik gewoon mijn eigen vleugels wilde uitslaan en baas zijn over mijn eigen vleugels vooral. Dus toen zijn wij solo gegaan en kort erop zijn we ook een stichting geworden. Want het is wel belangrijk op het moment dat je, zeg maar, als een bewonersinitiatief wat financiële middelen wil hebben, dat jij dus wel een rechtsvorm moet zijn. En jullie zijn dus specifiek gericht op kinderen en jongeren. Waarom specifiek deze doelgroep? We zijn gestart natuurlijk met deze doelgroep. En dat had natuurlijk ook te maken dat bij mij bekend was hoe hoog het armoedegehalte hier in Midden-Groningen was en hoe hoog de intergenerationele armoede was. En dan kan je 2 dingen doen. Dan kan je alleen maar gaan richten op de ouders. Of je gaat al preventief heel vroeg beginnen met de kinderen, zeg maar, om te proberen om die generationele cirkel te doorbreken. De jongeren is op zich, zijn we daar nu ook mee bezig. We zijn een werkleerbedrijf. Dus de jongeren uit Midden-Groningen kunnen bij ons, zeg maar, stage lopen. We zijn geaccrediteerd voor niveau 1, 2, 3 en 4 en pedagogisch medewerker. Dus we kunnen alle kanten op. En hebben jullie op dit moment ook hulp van de gemeente Midden-Groningen? Ja, wij zijn inmiddels nu bijna 2 jaar een algemene voorziening geworden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk vrij toegankelijk zijn voor iedereen in de gemeente Midden-Groningen die dat nodig heeft. En daar hoeven zij niks voor te betalen. En zoals u al zegt, vrij toegankelijk. Hoeveel jongeren en kinderen begeleiden jullie momenteel? We hebben op dit moment op de Second Home tussen de 13 en 17 kinderen. Je hebt de ruimte gezien. Dat is een vrij kleine ruimte. Met de Sinterklaasactie, dan hebben we het al gauw over 150 kinderen die bij ons, zeg maar, gewoon een zak krijgen voor Sinterklaas met allemaal nieuwe cadeautjes. Daarnaast hebben we nog de voedselkast staan, waar zo'n gemiddeld 50 gezinnen bij langskomen. Dus dat is, ja, het is heel erg uitgebreid. En er zijn een aantal gezinnen waar we gewoon intensief bij betrokken zijn. Dus die ik in het verleden ook wel geholpen heb, zeg maar, om, nou ja, weet je, de juiste relatie te krijgen met de systeemwereld. En hoe lang begeleiden jullie de jongeren en gezinnen gemiddeld? Echt begeleiden zoals de systeemwereld dat kent, dat is meestal maar 1 jaar. Daarna zien we ook dat ze zonder hulpverlening verder kunnen. Maar ik moet er wel een kanttekening bij stellen. Op het moment dat wij binnenkomen, dan is er eigenlijk al een bepaalde nood aan een man. En dan zou er sprake kunnen zijn van een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing. En in de gevallen dat de ondersteuning, zeg maar, aanslaat, hoe zien jullie dan het effect? Wij zien dat de ouders, zeg maar, wat meer openstaan voor systeemhulpverlening. En zich wat meer begrepen voelen. Ze staan wat meer open om ook andere dingen uit te gaan proberen. Meestal zie je het ook wel aan de kinderen. Die worden wat rustiger. Het is het hele pakketje. Ik kan dat moeilijk uitleggen. Maar op het moment dat je, zeg maar, een ouder tegenkomt en die heeft een hele grote waffeltje, zoals wij dat noemen, en die is vol in vechtstand. Wijst alles af tot, kijkt donker uit de ogen. Schouders naar beneden. Tot de moeder die nu schouders naar achter,
hier ben ik, weet je, dit zijn mijn grenzen. En die ook gewoon weer in gesprek kunnen met de systeemhulpverlening. Want hoe komen jongeren bij jullie terecht? Mond op mond. Ze kunnen hier zelf aankloppen. Als er ook jongeren zijn, zeg maar, die wat hulp nodig zijn. Bijvoorbeeld met school of met instanties. Noem maar op. Ze zijn gewoon welkom. En we proberen ze gewoon te helpen. Maar niks moet. Nee. En jullie verwachten binnenkort naar een ander pand te gaan. Wat voor veranderingen gaat dat brengen voor jullie stichting? Nou, we hebben nu een ruimte van 80 vierkante meter. Dan gaan we naar een ruimte van 300 vierkante meter. Er zijn inmiddels al 2 jongeren die hier eigenlijk alle dagen zijn bereid om dan ook een programma op te zetten voor de jongeren. En ja, het biedt gewoon veel meer mogelijkheden. En we kunnen weer herstarten met bijvoorbeeld samen eten, samen koken. Daarnaast hebben we net een donatie gehad voor de aanschaf van allemaal nieuwe naaimachines. Want ik denk dat we hier ook wel een start kunnen maken met het verstellen van kleding of het aanleren van hoe verstel je nou kleding. Want ja, weet je, de kosten reizen de pan uit, maar het inkomen wordt niet hoger.